We zitten in een kleine school. Dat heeft ook voordelen dat je allemaal met elkaar betrokken bent en midden tussen de leerlingen staat. Ik hoop dat de samenwerking tussen ondersteunend personeel en onderwijzend personeel beter is. En ik hoop dat, dat er is geïnvesteerd in de inrichting van de lokalen. Dat we over volgend jaar of het jaar daarna kunnen zeggen, hey, wij zijn samen een school, wij zetten samen iets neer en dit zijn wij. Dat we flexibiliteit, maatwerk en de eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van leerlingen terug kunnen zien. Over 3 jaar hoop ik dat we in de school elkaars talenten beter kunnen benutten. Leerlingen wel wat meer invloed mogen hebben over dingen die op school gebeuren. Als alles goed gaat, is de school over een jaar helemaal fris en fruitig. Nou, over 3 jaar hebben we hier een dynamisch onderwijscentrum waarvan iedereen zegt, ja, ik wil naar de Willen, waar innovatie plaatsvindt, waar wordt meegedacht met leerlingen, met ouders en waar we constant de vernieuwing brengen binnen het onderwijs. Ik ben ervan overtuigd dat dat met de nieuwe rector gaat lukken. Ja, ik heb eigenlijk niet echt iets wat ik anders zou willen zien uit deze school. Ik vind het allemaal wel best.